Ook in het dagelijks leven moet je goed op je hoede zijn voor wisseltrucs. Zeker als het om geld gaat. Om dat te demonstreren, ga ik speciaal voor deze gelegenheid undercover. Gaan we het doen? Ja. Oké, wish me luck. In mijn bril zit een verborgen camera, zodat je deze gemene wisseltruc goed kunt volgen. Ik ga proberen deze fles, ter waarde van 10 euro, gratis mee te krijgen. Nee. Deze alsjeblieft. 10 euro alsjeblieft. Ja. Moet u contant betalen of pinnen? Contant alsjeblieft. Nadat ik de fles netjes heb afgerekend, probeer ik de verkoper op een dwaalspoor te brengen door te vragen of hij nog wat kleingeld kan wisselen. Merci. Trouwens, zou ik nog wat kleingeld mogen wisselen? Tuurlijk. Even kijken hoor. Ik heb tientje aan kleingeld. Oké, even kijken. Ja, tientje terug alsjeblieft. Yes. Dank je. Alsjeblieft man. Het is een euro tekort. Je hebt nog een euro voor me nodig. Oh, ja. Is 9. Het is 9 euro, ja. Ik heb een euro graag alsjeblieft. Ja. Of anders, dan doe ik nog 11 euro bij die 9 en dan geef je mij een briefje van 20. Kijk, ja. Nee, dat is helemaal goed, helemaal. Deze hier. Briefje van 20? Yes. Alsjeblieft, man. Ja, super. Hey, en bedankt. Ja. Volgde jij wat hier gebeurde? Dit leek misschien een doodnormale transactie, maar ik heb hier 10 euro winst gemaakt. En dus feitelijk de fles gratis meegekregen. Nou ben ik natuurlijk wel een tientje verschuldigd. Dit was echt een smerige wisseltruc. Ik ga het aan hem uitleggen. Kom je met me mee? Yo, yo, yo. Hier ben ik nog wel eventjes. Niet schrikken. Oh, ik moet je wat gebeurt hier, joh? Ja, je zit in mindfuck. Serieus? Ik moet je wat vertellen, man. Zonder dat je het door had, heb je me juist deze fles Prosecco gratis meegegeven. Hè? Had jij door hoe ik hier een tientje winst maakte? Dit is hoe deze slimme wisseltruc werkt. Ik vraag de verkoper om een briefje van 10 te wisselen, maar geef hem stiekem maar 9 euro aan kleingeld terug. Al snel heeft de verkoper dit door. Ik bied nu aan om nog 11 euro bij mijn 9 te doen en dat in totaal te wisselen voor een briefje van 20. En hierin zit hem de truc. Doordat dit klinkt als een eerlijke wissel, gaat hij akkoord en geeft hij me 20 euro. Maar hij is vergeten dat hij mij daarvoor ook al een tientje heeft gegeven. Bij elkaar opgeteld eindigt hij dus met 20 euro en ik met 30. En zo heb ik op een gemene manier dus een tientje winst gemaakt. Hij, ja, nu, ja, nu, ja, nu het zegt, nou... Nou valt het kwartje pas, zeg maar. Nou, dan heb ik het pas wel door, ja. Dus ik heb je eigenlijk gewoon de fles gewoon gratis gegeven dan. Eigenlijk wel, ja. Ja, ik vind het wel knap hoe die dit soort dingen flikt, hoor. Vind ik wel heel knap. Het is wel leuk. Ik ben er gewoon vol ingetrapt. Ja, het spijt me, maar ik doe dit alleen maar om te demonstreren, zodat je de volgende keer er niet meer intrapt. Voor fouten leren, zullen we maar zeggen. Dus ik heb het nou wel onder de knie. Dus als je de volgende keer langskomt, dan heb ik je door, Victor. Dan heb ik je door.